ik naar de 6Q4 mocht checken, was Leo natuurlijk de aangewezen persoon om aan de slag te gaan met Watch Dogs. En ook hij mocht free roamen, maar daar begon de presentatie geloof ik niet mee. Nee, wat leuk ik dat. Ja, dat is inderdaad zo, ja, toevallig. Inderdaad, de presentatie bestond eigenlijk uit twee delen. Je had ten eerste had je de companion app, daar begon het allemaal mee. En je denkt, de companion app is nou, niet zo interessant, weet je wel, leuk voor de bijen, een beetje stats checken. Maar die man is ook het eerste wat hij zei, de zin waar hij mee begon is, vergeet alles wat je hebt gezien van companion apps. Het is sowieso een losstaande companion app. Je kan hem wel gewoon gratis downloaden, maar het tof is dat je Watch Dogs niet hoeft te hebben om de companion app te downloaden en te spelen. Het is namelijk zo, stel bijvoorbeeld, jij hebt een iPad en ik een PlayStation 4. Dat jij start je iPad, oh, ik ben lekker aan het gamen, Watch Dogs een beetje rustig, singleplayer missie is klaar, ben een beetje door de wereld aan het dolen. Jij start je iPad op, je kijkt in je vriendenlijst, tik mij aan en vervolgens kun je mij spectaten. Het tof is dat, dat ik niet weet dat jij mij zit te bekijken. Het is een beetje voyeuristisch. Vervolgens zit je eigenlijk te kijken hoe ik een beetje op mijn bek ga voor de politievlucht. En dan stuur je een invite. Zodra je die invite stuurt, krijg ik op mijn scherm, Peter wil samen met je spelen of eigenlijk tegen je spelen. Dan zeg ik, nou oké, tof. En dan kun jij mij uitdagen. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, dan, je hebt sowieso, je ziet op de companion app een minimap. En dan kun je zeggen, race daar naartoe binnen 4 minuten. En dan moet ik natuurlijk elke keer jou dwarsbomen. Bedankt dat je echt precies alles wat ik wil gaan vertellen. Het is wel heel toevallig. Je bent een soort van char. Ja, is het ja, ik volg jij namelijk al heel lang. Ja, is het een soort van dwarsbomen? Is het dat je het juist niet moet doen? Ik voel een spirituele aanwezigheid. Nou, precies. Ja. En dan moet je dus allemaal dingen gaan doen om te voorkomen dat hij het niet binnen 4 minuten haalt. Dus dan moet je met je helikoptertje dingen gaan doen. Nee, maar echt een hele korte preview, ja. Nee, kijk, het toffe is, jij zegt race into in 4 minuten. Dat klinkt makkelijk, is het niet. Want jij gaat mij op allerlei manieren te dwarsbomen. Sowieso op je standaard, is eigenlijk een beetje je avatar, je chopper. Met je chopper kun je me achtervolgen, kun je altijd bij hem blijven op hem schieten. Maar je kunt ook allerlei dingen in de stad hacken. Je kunt bijvoorbeeld sowieso grappige dingen kun je doen die echt niet echt invloed hebben op de gameplay. Je kunt bijvoorbeeld alle tv-schermen in de hele stad hacken en daar berichten van mij op zetten, weet je, om een beetje uit te dagen. Wat je ook kunt doen is je kunt... Wie dit leest is een sukkel. Ja, inderdaad. En dat je dat zelf typt en leest, dat is echt fucking stoer. Doorzak. En je kunt bijvoorbeeld steampipes laten ontploffen en dan moet, of dat je paaltjes uit de grond laat schieten. Allerlei dingen gewoon om ervoor te zorgen dat ik er niet kom. Dat is dus de companion app, super tof. Maar er is ook nog een free roaming gameplay. Daar ga jij nu vragen over stellen. Ik ga vragen, wat is er eigenlijk te doen in Watch Dogs? Nou, heel veel. Nee joh, ik weet lang wat je hebt gedaan. Oh, sorry. Ik ga vragen, wat ga je eigenlijk doen in Watch Dogs? Want ik weet het nog niet. Leon, enlighten me. Ja, goh, zal ik dat eens vertellen, nu hier toch staan voor dit gigantische bord? Ja. Nee, wat wij zagen was, kijk, het is zo. Je kan, zodra je in de stad komt, kun je helemaal niet hacken. Want wat je namelijk doet, is je moet de CTOS gebouwd, dus CTOS is het besturingssysteem waarmee je hackt, die moet je eerst gaan veroveren. Dus het is een beetje net als in Assassin's, weet je wel. Je hele map is black en dan moet je naar een toren gaan, daar kijk je uit en dan is daar alles vrij te spelen. Dat moet je hier ook doen. Je moet alleen in het gebouw infiltreren. Wat betekent dat je camera's moet hacken, security codes stelen. Dat is eigenlijk wat we zagen. Kun je sowieso natuurlijk op verschillende manieren aanpakken. Je kunt ervoor kiezen om daar gewoon vol schieten naar binnen te gaan. Dat is wel grappig. Twee journalisten speelden het. Ik ging eerst gewoon proberen het rustiger aan te pakken. Niet zo succes, want toen ik eenmaal werd gespot ging ik wel een beetje, nou ja, dood. Ja. Viel een granaat op mijn hoofd. Toen die andere dacht, nou ik ga er gewoon vol schieten naar binnen. Wat effectiever bleek te zijn, want je kunt ook het hacken in je voordeel gebruiken. Sowieso vol tijdens het stealth. Je activeert wat alarmpjes om de aandacht af te leiden. Je kunt ook complete dingen laten instorten, dat soort dingen. Het is heel erg tactisch. Ja, ik weet het. Als je schiet bijvoorbeeld, dan kun je bijvoorbeeld bepaalde barrières ook omhoog halen om het als cover te gebruiken. Precies, ja, inderdaad. Dus dat is tactisch en leuk. Oké, tof. Maar waar ik echt heel erg benieuwd naar ben, is weet je, hoe leeft de stad? We hebben ook in eerdere trailers gezien dat de mensen echt hun eigen leven leiden en dat soort dingen. En je hebt hem next gen gespeeld. Hoe voelt dat? Ja, het is echt super tof. Want toen die gast van Ubi ook in het begin de controls ging uitleggen, zei hij, ja, zo pak je je wapen. Dus pak je wapen. En in één keer iedereen om je heen begint in paniek te raken. En de vrouw gaat de politie bellen, kun je de hek of je kunt de bedreigen, weet ik al, dat soort dingen. En toen later liep een steeg in en zit er een zwerver, die wordt aan het wakker, die begint te kotsen van de laatste avond. Het is allemaal zo sfeervol en levendig gedaan. Je kunt op elk moment kun je mensen gewoon uitchecken. Je ziet meteen een profiel, je kunt telefoon hacken, kijken wat ze zoal beleven, waar ze wonen. Al die shit. En het is de bedoeling volgens de ontwikkelaars dat je nooit twee keer dezelfde persoon tegenkomt. Dus het is echt gewoon een soort van simulatie bijna. Het is echt super vet gedaan. Heel tof. Klinkt veelbelovend. Watch Dogs komt eraan november. Tof.